Het WK staat voor de deur en de verwachtingen rond de Belgen zijn hoog gespannen, wil jij als zo goed? 15 op 30.223 De voorbije jaren viel zowat elke club in 1B in buitenlandse handen en dat is ook voor Union niet. 2:30 middags 17e bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels voor het WK lijkt zwaar op de maag te liggen bij. 14 op 16.196 Waasland Beveren kende een teleurstellend seizoen zijnde, maar het trekt daar zijn lessen uit voor. 2:00 middags 62 Roberto Martinez maakte vandaag zijn voorselectie voor het WK bekend en dat werd uiteraard ook in. 13 op 45.338 Net als in ons land werd deze middag ook in Spanje de selectie voor het WK bekendgemaakt. Bondscoach 13 op 30.115 Net als 4 jaar geleden moet Raja Nainggolan het WK missen nadat hij door Roberto Martinez niet. 13 op 15.704 Zoals verwacht doet de beslissing van Roberto Martinez om Raja Nainggolan niet mee te nemen naar. 1:00 middags 191 Bondscoach Roberto Martinez heeft maandagmiddag een 28-koppige preselectie voor het WK bekend. 12 op 50.638 Olympiakos verzamelde dit seizoen een grote Belgische enclave van maar liefst 5 spelers. Silvio, 12 op 48.164 Roberto Martinez had enkele verrassingen in petto bij het bekendmaken van zijn selectie voor het WK. 12 op 36.138 Roberto Martinez gaf zo net zijn 28-koppige voorselectie voor het WK vrij, maar die leverde vooral. 12 op 24.265 Raja Nainggolan gaat dus niet meer naar het WK in Rusland. Dat zorgt voor bijzonder veel commotie. 12 op 17.409 wat zondagavond al uitlekte, werd maandagmiddag door Roberto Martinez bevestigd, Raja Nainggolan. 12 op 12.221 Roberto Martinez heeft maandagmiddag zijn selectie voor het WK bekendgemaakt, al ging het om een 11:55 middags 434 De titelstrijd is zowat overal gestreden en er zijn heel wat clubs druk bezig met de komende. 12:00 middags 136 Minder dan een halve dag voor Roberto Martinez zijn selectie voor het WK bekend maakt, lekte al uit. 11:45 's nachts 1054 Club Brugge sloot zijn seizoen af met een 0-1 nederlaag tegen Agent, maar dat kon de feestvreugde. 23 op 30.484 maandagmiddag om 12:00 's middags maakt Roberto Martinez in Tubeke zijn selectie voor het WK bekend. De 23 op 16.723 Anderlecht sluit het seizoen af op een teleurstellende derde plaats en kan de focus nu volledig op. 11:00 's avonds 456 FC Barcelona heeft zijn seizoen nog afgesloten in schoonheid. In zijn laatste wedstrijd legde het 11:45 's avonds 76 Anderlecht blijkt komende zomer afscheid te nemen van een aantal sterkhouders, zo willen Leander. 22 op 30.835 wat al een hele tijd in de lucht hing, werd vandaag ook bevestigd. Ricardo Zapinto is volgend. 22 op 15.844 Marouane Fellaini is een van de zekerheden in de verwachte WK-selectie van de Rode Duivels, door. 10:00 s'avonds 107 Timmy Simons werkte vandaag op 41-jarige leeftijd zijn allerlaatste wedstrijd voor Club Brugge af. 21 op 45.263 KRC Genk sloot de play-offs af met een knappe zege op het veld van Anderlecht, maar dat bleek. 21 op 30.332 Anderlecht heeft een moeilijk seizoen in mineur afgesloten, want op de laatste speeldag leed het nog. 21 op 16.558 Antwerp draaide met een volledig nieuwe kern een uitstekend eerste seizoen terug in de Jupiler Pro.
9 uur 's avonds 417. De supporters van Club Brugge hadden het kampioenenseizoen liever op een andere manier afgesloten. 20 op 53.940 RSC Anderlecht zal het volgend seizoen zonder Champions League voetbal moeten doen. De Brusselaars 20 op 42.579 Standard heeft een turbulent seizoen op fraaie wijze kunnen afsluiten. De Roesje hadden de beker al. 20 op 32.902